Hoi! Vandaag ga ik je laten zien hoe je deze armband kunt maken. Ze zijn echt super leuk en het duurt wel eventjes voordat je deze maakt, maar dat zijn ze dan ook echt waard. De techniek is ook niet heel erg moeilijk om te leren, dus als je wilt weten hoe je deze kunt maken, blijf dan kijken en laten we beginnen! Zo ziet de armband er van dichtbij uit en de techniek die ik gebruik om deze armband te maken komt van de YouTuber VixStar. En ik zal de link onder deze video in de beschrijving zetten, zodat je ook haar originele video kunt zien. Maar het patroon dat ik gebruik, dus met de Pac-Man en de geestjes, die heb ik zelf bedacht en ook zelf gemaakt. In principe bestaat deze armband gewoon uit 7 losse double capped armbandjes, maar dan zijn ze aan elkaar vast verbonden en maken ze dit geweldige patroon. En dit is wat je nodig hebt. Een verstelbare loom, 142 zwarte elastiekjes, 45 doorzichtige elastiekjes, maar je kunt hiervoor ook een andere kleur gebruiken als je geen doorzichtige elastiekjes hebt, 43 gele elastiekjes, 33 rode elastiekjes, 33 oranje elastiekjes, 33 blauwe elastiekjes en 33 groene elastiekjes, dan ook 24 witte elastiekjes en 8 donkerblauwe elastiekjes, 3 C of S clipjes, en een haak. Wat je ook nodig hebt is het patroon. En ik heb hier het patroon uitgeprint, want dat vind ik het fijnste. En ik zal de link naar deze afbeelding in de beschrijving onder deze video zetten. Dan ook een potlood om je rijen af te vinken. Daar zal je zo meteen meer over horen. Maar als je het niet wil of kan printen, dan kan je het ook gewoon openen op je telefoon of op je tablet. En dan kan je bijvoorbeeld een blaadje erbij pakken en over de rijen heen leggen die je al hebt gehad. Dus dat is ook een oplossing. We beginnen met het verstellen van de loom, dus draai hem om en je haalt dat grote blauwe gedeelte ervan af. Die zet je opzij, want die heb je niet meer nodig. Daarna haal je een van de buitenste rijen van je loom af. Dit hoeft niet per se, maar ik vind het persoonlijk wel makkelijker. En daarna zorg je ervoor dat de twee rijen gelijk aan elkaar staan. Dus ik pak de middelste rij eruit en die zet ik gelijk aan de rechte rij. Dus dat de pinnetjes precies naast elkaar staan. Zo. En dan wil je ervoor zorgen dat de loom met de zijkant naar je toe staat. En dat de openingen van de pinnetjes naar je rechterkant staan als je rechtshandig bent. Maar als je linkshandig bent, dan draai je hem om. Dus dan zorg je ervoor dat de openingen van de pinnetjes naar links staan. Nou, we beginnen met het maken van de armband. Yay! En we gaan eerst aan de uiteinden van je armband beginnen. Dat lijkt me logisch, want we kunnen niet in het midden beginnen. En deze uiteinden staan niet op je patroon. Deze eerste rij op je patroon is de rij op je armband die ik hier nu aanwijs. Ik had deze armband al van tevoren gemaakt, dus in plaats van een zwarte achtergrond heb ik een paarse achtergrond. En jij kunt natuurlijk ook je zwarte achtergrond veranderen in elke kleur dat je maar wilt. Nou, we gaan in ieder geval beginnen met het uiteinde van de armband. En ik doe deze in dezelfde kleur als de eerste rij van mijn patroon, en dat is zwart. Maar jij kunt natuurlijk ook een andere kleur gebruiken. Nou, elke rij in dit patroon, er zijn 7 rijen, die staat gelijk aan 1 pin op de loom. Dus 7 pinnetjes staan gelijk aan 7 rijen. Maar voor het begin van de armband moeten we even een uitzondering maken, want we moeten een extra 8e pinnetje erbij gebruiken. Dus we beginnen op het 2e pinnetje van links, op de rij dat het dichtst bij je staat. Dus eigenlijk het pinnetje dat midden in het blauwe gedeelte zit. Pak je eerste elastiekje erbij, doe hem om 2 vingers, rek het uit, draai hem in een 8-vorm en vouw hem weer terug dubbel over je vingers heen. En nu heb je een capband gemaakt. Alle elastiekjes die je gebruikt moeten een capband zijn. Nou, duw hem over het pinnetje heen die ik net heb aangewezen. En je rekt hem uit over het pinnetje rechts daarvan. En dan pak je weer een zwart elastiekje erbij. En deze draaien we weer in een capband. En daarna doe je hem over het pinnetje waar je net bent geëindigd. En je gaat naar het pinnetje direct rechts daarvan. En dan pakken we weer een zwart elastiekje erbij. En daar maken we weer een capband van. Want zoals ik net al heb gezegd, elk elastiekje moet een capband zijn, behalve de doorzichtige elastiekjes, maar dat krijg je zo wel te zien. En dan maak je deze hele rij af. Nu hebben we 4 pinnetjes gebruikt en we moeten er nog 4 extra toevoegen. Dus in totaal 8, zoals ik al heb gezegd. Maar zometeen lossen we dat op, er worden 7 pinnetjes uiteindelijk gebruikt. Maar je zult wel zien wat er nou precies aan de hand is en waarom we nu 8 pinnetjes hebben. Nou, als je 8 pinnetjes hebt, dus eigenlijk 7 elastiekjes over 8 pinnetjes hebt zitten, dan pak je er een zwart elastiekje erbij en dan gaan we een capband opdoen. Dus op het laatste pinnetje van rechts, waar een elastiekje om zit, daar doe je elastiekje omheen en je draait hem er nog een keertje eromheen.
En nog een keer, dus dat is de derde keer. En dan nog een keer. In totaal moet hij 4 keer om je pinnetje heen gedraaid zijn. En dan kan je hem loslaten. Dus dat noem ik een cap-cap band. Want een cap band is 2 keer en cap-cap band is 4. Snap je? Nee? Oh, oké. Nou, pak je haak erbij. Doe je haak in de cap-cap band. En dan haal je het onderste elastiekje vast. En die haal je over het pinnetje links daarvan heen. Het is heel simpel loomen dit. Ik denk dat als je de basis wel kent, dat je heus wel weet hoe je dit kunt doen. Nou, je loopt hem in ieder geval helemaal af tot aan de allerlinkse rij waar een elastiekje op zit. Maar hier links moeten we nog even iets speciaals doen. Dus je hebt 2 elastiekjes boven zitten en 2 elastiekjes eronder. En je pakt de onderste 2 elastiekjes vast vanaf de buitenkant trouwens. En die haal je omhoog over het pinnetje heen en dan laat je hem gewoon los. En dan rek je het elastiekje dat nog om het pinnetje heen zit links even uit. En dan maak je een knoopje ermee. Dan kan je hem loslaten. En daar hoef je verder niks meer mee te doen. Tenminste, later in de video laat ik nog wel even wat zien met dit bandje. Maar in principe is dit goed zo. Nou, en nu hebben we dus 7 pinnetjes. En ik tel het nog even in de video om er zeker van te zijn dat het er ook echt 7 zijn. En nu gaan we beginnen aan onze eerste rij van het patroon. Nou, zoals je kunt zien is niet zo heel veel speciaals. Dat is zwart. En ik pak hier een doorzichtig bandje mee, want ik ben kleurenblind. Grapje. Pak hier geen doorzichtig bandje. Want dit moet in principe wel later. Maar ik maak hier een foutje, dus doe dat maar even niet. We gaan gewoon beginnen met de eerste rij. Allerlinkste vakje, en dat is zwart. Dus doe maar even net alsof dat doorzichtige bandje niet om de loom heen zit. Want dat is een foutje van mij. En het zwarte elastiekje maak je een capband van. En vanaf het allerlinkste pinnetje rek je dit elastiekje uit naar het pinnetje erboven. Dus naar de rij het verste van je weg. Verste van je af. Lekker Nederlands, Jamila. Nou, dan pak je weer een zwart elastiekje erbij. Want het tweede vakje op de eerste rij van mijn patroon is ook zwart. Nou, de hele rij is zwart, dus dat is makkelijk voor deze keer. En dan voor de volgende pinnetjes zijn het ook allemaal zwarte vakjes. Dus dat vertaalt zich naar zwarte elastiekjes op alle 7 pinnetjes. Dus ik ga zwarte elastiekjes toevoegen aan alle pinnetjes. En natuurlijk maak ik van elk elastiekje een capband. Dus we beginnen nu op het 2e pinnetje van links. En je rekt dat elastiekje uit naar het pinnetje erboven. Dus op de 2e rij. Dan rij je het verste van je af. En dat doe je ook op de 3e pin en de 4e pin en de 5e. En ja, je raadt het al, ook op de 5e en de 6e en de 7e pin. Ja, ik stop even met praten, want ik word een beetje moe van mezelf. Grapje, want ik moet nog een heleboel uitleggen. Dus deze eerste 4 pinnetjes staan gelijk aan de eerste 4 vakjes op de eerste rij van je patroon. En die zijn allemaal zwart. En daarna de volgende 3 zijn ook zwart. Maar dat hadden we al uitgevonden. Nou, ik versnel dit stukje gewoon even. Zet de video op pauze, maak je rij af en speel maar af als je klaar bent voor de volgende stap. Wat nu is in de video, want ik heb hem versneld. Nu gaan we de niet bestaande doorzichtige band loomen. Dus even je ogen dicht doen. Doe maar net alsof hij er niet is, want jij moet hem nog niet op je loom hebben. Dat is mijn fout. En daarna gaan we de onderste rij loomen. Dus vanaf de buitenkant van de pin pak je de onderste rij op elk pinnetje vast met je haak. Die haal je over het pinnetje heen en naar het midden van de 2 rijen toe. Dat is heel makkelijk, dus je pakt gewoon de onderste rij vast met je haak vanaf de buitenkant van de pin. Je haalt hem over het pinnetje heen, gewoon naar het midden van de 2 rijen. En dat doe je helemaal totdat je aan het einde bent aangekomen aan de linkerkant. En zorg ervoor dat dat lusje niet in je armband verwerkt wordt. Dus ik zet hem even vast aan een extra pinnetje helemaal links. Maar zorg ervoor dat je daar niet mee in verwarring komt. Dus dat je niet denkt dat het nog een extra rij is. Dat is het niet. Dus daar doe je geen elastiekjes omheen. Dan druk ik alles even een beetje naar beneden. En dan, zoals je hier kunt zien, heb ik een vinkje gezet achter de eerste rij. Dus dan weet ik dat ik die af heb gemaakt. En dan ga ik verder met de volgende rij. Nu pakken we er een doorzichtig elastiekje bij. Of een elastiekje in een andere kleur. Als je geen doorzichtige elastiekjes hebt. En je begint op het allerlinkste pinnetje van de rij die het dichtst bij je staat. En die rek je helemaal uit over het allerlaatste pinnetje
van de rij die het dichtst bij je staat. Daarna duw je deze naar beneden. En dan kan je beginnen aan de volgende rij. Dus voordat je aan een volgende rij begint, moet je altijd een doorzichtig elastiekje toevoegen. Zoals je kunt zien zijn de eerste twee kleuren van de volgende rij zwart. Dus we pakken weer twee zwarte elastiekjes erbij. En het eerste zwarte elastiekje doen we over het eerste pinnetje. Natuurlijk moet deze dubbel gevouwen zijn, dus het moet een capend zijn. Dus dat is deze eerste vak. Dit eerste vakje van de tweede rij. En het tweede vakje van de tweede rij is ook zwart. Dus we voegen een zwart elastiekje toe aan de tweede pin van links. En nu de volgende drie vakjes zijn geel. Dus in plaats van zwarte elastiekjes pakken we nu een geel elastiekje erbij. Zorg ervoor ook dat deze een capband is. En die doe je over het derde pinnetje. En dan een geel elastiekje over het vierde pinnetje en het vijfde pinnetje. Nogmaals, zorg ervoor dat dit een capband is. Want soms vergeet ik dat nog wel eens. En als je dat hebt gedaan, dan hebben we nu de drie gele vakjes op onze pinnetjes gezet. En de volgende twee vakjes zijn weer zwart. Dus dat betekent dat de volgende twee pinnetjes ook zwarte elastiekjes zijn. Dus dan maak je de rij af met de zwarte elastiekjes. En als je de rij af hebt, dan pak je je haak erbij. En dan gaan we deze rij haken. En nu gaan we wel de doorzichtige elastiek haken. Dus je pakt gewoon één kant vast en je haalt hem over het pinnetje heen. En naar het midden van de twee rijen. En dan doe je aan allebei de kanten. Zo, vrij makkelijk. En daarna pak je de onderste rijen vast. Maar dit keer zitten ze op alle tweede rijen. Dus de rijen het dichtste bij je en de rijen het verste van je af. Je pakt dan onderste twee elastiekjes vast, of de onderste capband eigenlijk. En die haal je over je pinnetje heen naar het midden van de twee rijen. En dat doe je ook op de andere rij. Dus vergeet dat niet. Doe dat echt aan alle tweede kanten van je pinnetjes. Dus vanaf de buitenkant van de pin pak je de onderste capband vast met je haak. En die haal je omhoog en over het pinnetje heen naar het midden van de twee rijen. En dat doe je op elke pin waar elastiekjes op zitten. Dus nu hebben we deze rij af en op mijn patroon zal ik hem even aanwijzen. En dan vink ik hem af. Dan weet ik dat ik deze rij heb gedaan en dan kan ik beginnen aan de volgende rij. Dus voordat je aan de volgende rij begint, moet je altijd een doorzichtig elastiekje toevoegen. Dus ik pak een doorzichtig elastiekje erbij. En dan druk ik eerst alle elastiekjes even naar beneden om weer ruimte te maken voor de volgende rij. En dan begin ik op het allerlinkste pinnetje. En die rek ik helemaal uit naar het allerrechtste pinnetje op de rij die het dichtst bij me staat. En nogmaals, het hoeft niet doorzichtig te zijn. Ik vind dat persoonlijk het mooiste, want dan zie je hem niet uiteindelijk in je armband. Maar het is niet zo heel erg als je een andere kleur gebruikt. Nou, het eerste vakje helemaal links is zwart. Daarna is de rest geel. En het allerlaatste vakje is weer zwart. Dus dat onthoud ik. En dan ga ik die elastiekjes toevoegen op de pinnetjes. Dus eerst een zwart elastiekje. Ik vouw hem weer dubbel, dus ik maak er een capband van. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Maak overal een capband van. Nou, ik ga deze video versnellen, want ik denk dat je nu wel weet wat je moet doen. Dus zet de video gewoon even op pauze. Maak je rij af en speel weer af als je klaar bent voor de volgende stap. En als je klaar bent met je rij, dan pak je haak er weer bij. En dan gaan we eerst de doorzichtige elastiek omhoog haken. Dus deze breng je naar het midden van de twee rijen toe. En daarna pak je de onderste elastiekjes vast op elke pin. En die haal je omhoog. En dan over het pinnetje heen naar het midden van de twee rijen. En het midden van de twee rijen is wat de armband wordt. Dus de armband komt zeg maar tussen de twee rijen uit. Aan het einde van de video zul je wel zien hoe dat precies in zijn werk gaat als je dit nog nooit hebt gedaan.
Maar dat is echt super leuk. En daarom heb je ook een verstelbare loom nodig, waar je de onderkant van je loom eruit kan halen, zodat je armband tevoorschijn kan komen. Want anders dan, kan je armband nergens naartoe. Nou, voor de volgende rij pak je natuurlijk weer een doorzichtig elastiekje vast. En die doe je over alle pinnetjes heen. De volgende rij voor mij is helemaal geel. Dus ik maak van elk geel elastiekje een capband. En die voeg ik toe aan alle pinnetjes. En wat bij mij altijd gebeurt, is dat ik vergeet om het doorzichtige elastiekje toe te voegen. En ik ga het je gewoon nog een keertje vertellen. En ik ga het je ook vertellen dat je het gaat vergeten, oké? Voordat je een nieuwe rij begint, voeg je altijd een doorzichtig elastiekje toe. Daarna begin je de nieuwe rij. En het is heel erg makkelijk als je een rij af hebt gemaakt, dan denk je, oh, ik ga aan de volgende rij beginnen. En dan voeg je gewoon de elastiekjes toe en dan denk je, oh, ik moet dat doorzichtig elastiekje toevoegen. Als je het één keertje vergeet, is het niet zo heel erg. Als je het heel vaak vergeet, is het wel erg, want dan worden het gewoon losse armbandjes. En dan zit het niet aan elkaar verbonden, dus dat is niet zo fijn. Nou, zoals je wel hebt gemerkt, heb ik deze hele armband doorgespoeld, want het duurt echt heel erg lang om deze te maken en ik ga dat niet allemaal in een video laten zien. Nou, hier kan je zien dat de armband tussen de rijen tevoorschijn is gekomen. En ik heb net mijn allerlaatste rij afgemaakt. Zo snel zijn we al. En dan zijn we dus bij het einde. En we moeten het uiteinde van de armband toevoegen en die staat niet op het patroon. Na de allerlaatste rij die je hebt toegevoegd, voeg je geen doorzichtig elastiekje meer toe. Maar je gaat gewoon direct door naar het uiteinde van je armband. En nogmaals, het uiteinde van deze armband staat niet op het patroon. Dus gebruik gewoon een kleur die je leuk vindt om te gebruiken voor de uiteinde van de armbanden. Ik vind het persoonlijk gewoon mooi om een zwarte uiteinde te maken. Nou, als je deze af hebt gemaakt, dan pak je je haak erbij. En je haakt gewoon zoals je dat tot nu toe hebt gedaan. Je pakt de onderste laag vast op elk pinnetje. En die haal je vanaf de buitenkant omhoog en naar het midden toe. Druk alle elastiekjes weer eventjes naar beneden. En dan gaan we de armband afmaken. Dus dan maken we er een mooi uiteinde van. Wat je wil is de elastiekjes op de allerrechtse pinnetjes van alle tweede rijen. Die wil je overbrengen naar het pinnetje links daarvan. Op de rij die het verste weg van je staat. Dus je pakt het elastiekje vast op de allerrechtse pin. En je brengt hem naar links. En dan wil je er ook voor zorgen dat je een goed onderscheid kan maken tussen het elastiekje dat al op dat pinnetje zat en het elastiekje dat je net naar dat pinnetje toe hebt gebracht. En dan pak je het volgende elastiekje vast vanaf de allerrechtse kant en die haal je ook naar dat pinnetje toe. En wat je dan gaat doen is je stopt je haak binnen in de pin. Je wilt het onderste elastiekje vastpakken. Dus je drukt de bovenste elastiekjes opzij, je pakt het onderste elastiekje vast. En die haal je over naar het pinnetje direct ernaast. Dus zeg maar op de rij die het dichtst bij je zit. Daarna pak je de allerrechtse elastiekjes vast van de rij die het dichtst bij je zit. En die verplaats je naar het pinnetje links daarvan, maar dan op de rij die het verste van je af is. Zorg ervoor dat je haak ook in deze positie zit, want dan heb je een minste kans dat de elastiekjes van je haak afvliegen. En dat wil je dus echt niet, want dan is je hele armbandje verpest en dan mag je weer helemaal opnieuw beginnen. En dat is helemaal niet leuk en dan moet je heel erg van huilen. En ik wil helemaal niet dat jullie heel erg gaan huilen, want dan word ik ook heel verdrietig van. Nou, niet doen dus. Dus doe er voorzichtig mee. Nou, als je de elastiekjes hebt gehaakt, dan kan je eventueel de elastiekjes van de pinnetjes afhalen van je allerverste rij. De rij die het verste van je weg staat. Je snapt wat ik bedoel. En dan de elastiekjes van de allerrechtste pin op de rij die het dichtste bij je staat. Die haal je er weer van af met je haak. En dan verplaats je het naar het pinnetje links daarvan, maar dan op de rij die het verste weg van je staat. Dan stop je haak er weer in. Je pakt het onderste elastiekje vast en die haal je over naar het pinnetje het dichtste bij je. En eventueel zou je die elastiekjes nu van die pin af kunnen halen. Maar ik hou het erop, want ik vind dat wat fijner om mee te werken. Nou, dan pak je weer de allerrechtste elastiekjes vast van het pinnetje dat dichtst bij je staat. En die haal je over het pinnetje links daarvan, maar dan op de rij erachter. En dan pak je het onderste elastiekje daarin
en die haal je naar de rij ervoor. Snap je het? Als je gewoon goed kijkt. Eventueel moet je het gewoon even bekijken en dan terugspoelen en dan nog een keer bekijken en dan pas meewerken. Want dan heb je een beetje een idee van wat je nou precies moet doen. En let ook goed op de positie van mijn haak, want dat is gewoon de beste positie en het minste kans dat de elastiekjes van je haak afvliegen. Jee, nu hebben we alle elastiekjes gedaan. We zijn klaar met deze rij, dus ik haal alle elastiekjes op de rij dat het verste weg van me staat, die haal ik eraf. En dan kun je zien dat ze mooi in elkaar gevlochten zijn. Zorg er wel voor dat het elastiekje dat het dichtst bij je zit, niet van de pin afvliegt. Want dan moet je ook huilen. Geloof me maar. Nou, dan wil ik een nieuw elastiekje vastpakken. Persoonlijk vind ik het fijn om twee elastiekjes vast te pakken voor het geval dat één elastiekje breekt. Want dan betekent dat je hele armband uit elkaar valt en dat willen we niet. Dus pak er gewoon twee vast en dan weet je het zeker dat het goed komt. Dan stop je haak door het pinnetje waar elastiekjes op zitten. Het enige pinnetje dat er nog is. En dan halverwege doe je de andere kant van je elastiekjes terug op je haak. Dan de elastiekjes die het verste weg van het uiteinde van je haak zitten. Die pak je vast. En die haal je er overheen, over de andere kant en over je haak heen. En haal hem ervan af en dan rek je het uit in een knoopje. Ik raad het je aan om dit even terug te spoelen, nog een keertje te bekijken, totdat je het helemaal snapt en daarna pas probeert. Want als je het gewoon probeert en je snapt het nog niet helemaal, dan kan het zijn dat het fout gaat en dan verlies je armbandje. Dat wil je echt niet. Ik heb het nou al 80 keer gezegd, maar gewoon rustig doen. Er is geen haast bij, oké? Nou, wat we nu willen doen is ik rek het armbandje een beetje uit om netjes te maken. Maar dan wil ik het ook dat deze lusjes verborgen worden in mijn armband. Dus ik ga je even laten zien hoe je dat kunt doen. Je stopt je haak gewoon ergens in. Het maakt helemaal niet uit waar. Dan pak je het lusje vast en die haal je er doorheen. En dan stop je haak aan de andere kant van je armband. Pak je het lusje vast en die haal je er doorheen. Dus dan vlecht je eigenlijk het lusje door je armband heen. En op een gegeven moment dan is er geen lusje meer over. En is je lusje verborgen. Dus je gaat gewoon zo door totdat je geen lusje meer ziet. Dat is logisch, toch? En dan willen we ook het lusje aan de andere kant verbergen. Wat je ook zou kunnen doen is vanaf de zijkant je haak erin te stoppen. En daarna het lusje er doorheen te trekken. Wat je zelf leuk vindt. Doe gewoon maar wat. Als je er maar voorzichtig mee doet. Dat geen elastiekjes kapot gaan. Zo. Het was maar een klein lusje. Dus ik hoef maar één keertje doorheen te trekken. En dan is die verborgen. En zo ziet je armbandje er nu uit. Maar ja, we willen hem natuurlijk wel afmaken. Want we willen hem om onze pols doen. Tenzij je het wil gebruiken als boekenlegger. Dat kan ook. Nou, dan gaan we gewoon C-clipjes toevoegen. Het is heel makkelijk. Je mag zelf bepalen waar je het C-clipje toe wilt voegen. Dus je pakt gewoon elastiekjes vast van één uiteinde van je armband. Ik pak twee elastiekjes vast, want ik vind dat er gewoon wat steviger uitzien. Maar je mag ook één of vijf elastiekjes vastpakken, wat je zelf leuk vindt. En dan zet je dan een C of een S-clipje erop. Nou, en dan doe je dan nog twee keer. Dus dat je in totaal drie C of S-clipjes op één kant van je armband hebt zitten. En dan wil je hem vastmaken aan de andere kant. En dan gebruik je in principe dezelfde techniek met je haak. Maar stop je haak wel in je armband, in het uiteinde van je armband, vanaf de buitenkant en niet vanaf de binnenkant. Het mag van mij vanaf de binnenkant, maar ik heb het geprobeerd. En het is een stuk moeilijker om vervolgens je C of je S-clip hier aan vast te zetten. Dus als je gewoon met je haak vanaf de buitenkant in de elastiekjes drukt, nou, dan komt het gewoon goed. En dan kan je heel makkelijk je C of je S-clip hier aan vastzetten. En ik zit hier een beetje te friemelen, want ik zit uit te zoeken waar ik nou precies mijn C of mijn S-clipje aan vast wil hebben. En nogmaals, het maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit waar je hem aan vastzet. Het is heel makkelijk. Je mag lekker zelf bepalen hoe die eruit komt te zien. Je mag ook veel meer of veel minder C of S-clipjes gebruiken. Als jij 80 C-clipjes wilt gebruiken, vind ik het goed. Als je één S-clipje wilt gebruiken, vind ik het ook goed. Maar dan, als je S-clipje ervan afvalt en kapot gaat en dan raak je je armband kwijt, dan is het niet mijn schuld, oké? Want ik heb je niet verteld dat je maar één C of S-clipje moet gebruiken. Ik vind drie wel goed. Nou, dan kan ik hem om mijn pols doen. En dan ziet hij er zo uit.
Ik vind het gewoon zo geweldig dat je zomaar een paar kleuren elastiekjes aan je loom toe kan voegen. En op een gegeven moment komt er gewoon een afbeelding uit. Dus een Pac-Man met die geestjes. En hier wijs ik de C-clipjes aan. Ik weet ook niet waarom. En nou, dan draai ik mijn armbandje om en dan kan je alle geestjes zien. En ik weet niet of je het hebt gemerkt, maar de geestjes bewegen hun ogen, zeg maar. Dus de linker geest kijkt naar rechts en een beetje naar beneden. En dan het rode geestje kijkt naar rechts, maar dan een beetje naar boven. En groene geestje kijkt naar links en een beetje naar beneden. Nou ja, enzovoort. Ik hoop dat je deze tutorial leuk vond. Vergeet me niet te volgen op Instagram en Twitter en Facebook. En geef deze video een duimpje omhoog. Dan zie ik je in de volgende video. Doeg!